Rajkumar Hendrik Ramdien, oud-Suralco-directeur, die op 19 april op 84-jarige leeftijd overleed, is vandaag met staatseer gecremeerd. Voordat de stoet vertrok naar het crematieoord de Weg naar Zee, bestond er vanmorgen gelegenheid om afscheid te nemen ten huize van de familie Ramdien aan de Krakalaan. Henk Ramdien heeft een opmerkelijke carrière van 35 jaar bij Suralco doorgemaakt. Vanaf zijn afstuderen tot aan zijn pensionering. Hij begon op 17-jarige leeftijd na zijn studie in Nederland bij het bedrijf en klom op tot managing director. Zijn expertise in de aluminiumindustrie werd nationaal en internationaal erkend. Hoewel hij zakelijk was, stond hij bekend om zijn vriendelijkheid en familiegerichtheid. Henk speelde een cruciale rol bij het voorkomen van de sluiting van Suralco in Suriname in de jaren 1984-1985 en leidde het bedrijf tijdens de Binnenlandse Oorlog in 1986. Hij heeft persoonlijk veel verlies geleden, waaronder het verlies van zijn vader, zoon en een nierziekte die hij overwon met de hulp van zijn zoon. Henk, die op 21 april 85 zou worden, laat een zoon, dochter en kleinkinderen achter.